Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan en vandaag doen we de Curaçao Ravage! Zal het nou zijn als wij een Curaçao-ravage kunnen houden hier op Curaçao? Steef, wat is de bedoeling? Nou, het zijn allemaal opdrachten die te maken hebben met dit prachtige eiland. Ja. We krijgen straks allemaal maar liefst 3 uur de tijd. En degene die zoveel mogelijk punten haalt, die wint. En degene die de minste aantal punten heeft behaald, die krijgt een streepje getatoeëerd hier in Curaçao. Tellertje in beeld. Pap, kom. Heel veel succes, hè? Ja. 3, 2, 1, go! Oh, ja. Krijg tering. Dit is mijn beachclub. Ga op de foto met douchey letters. Graaf jezelf in tot aan je nek. Dat moet op het strand. Veel haal een kooksneut uit de palmboom. Nee. Niet te doen, denk ik. Bak iets op een barbecue, 20 punten. Loop 30 minuten rond in een bikini top. Nee. Zwemmen met een dolfijn is 50 punten. Als ik een boot weet te fixen, zwemmen hier altijd wel dolfijnen. Ik heb een hele gekke vraag. Ja, mag ik een lift? Kijk, want ik krijg namelijk 50 punten als ik met een dolfijn weet te zwemmen. Tuurlijk. Ik mag gewoon mee. Yes. Mag ik het vragen? Ja. Ik moet voor 1 punt moet ik een gratis biertje regelen. Ja. Mag ik alsjeblieft een gratis biertje? Tuurlijk. That's it, dan krijg ik gewoon een puntje, ja? Hup. Oh, kijk eens aan. Wil de cameraman er ook één? Alsjeblieft, proost. 1 punt in de pocket. Een van de opdrachten is dus maak een foto met de top van de Christoffelberg. 50 minuten rijden. Dat is wel 50 punten. Dolfijn. Oké, met een dolfijn zwemmen is gewoon niet mogelijk. Ze zitten daar, daar kan ik niet naartoe. Ook in de zee, daar zijn ze niet. Dus ik stuur hem weer terug en we gaan wel weer andere dingen doen. Wat is dit? Sorry. Zo, huppakee. Kijk eens aan. Mijn eigen cocktail, 5 punten. Proost. Wow. Change of plans. Opdrachtlijst staat hier. Otto Grotte geeft daar een rondleiding. Dat is 5 minuten hier vandaan. Ik ga daar nu direct heen. Ook 50 punten, dames en heren. Graaf jezelf tot aan je nek in. Ik ben op zoek naar een schep. Een shovel. I need a shovel. What shovel? Why? Why can't you do it with Because shovel? I want to... I need to dig a hole. And I need to create myself in... Oh, okay. You want to sleep in? Ja, ja. So I'm looking for a shovel. Okay. Helemaal top, man. Dankjewel. Ik ga helemaal terug naar het begin. Shit, daar is Stefan. Hey Giel. Hey, Pik. Dat is goed. Teken met jou. Ik geef je een klap voor je fucking... Au! Au! Slaap. Slaap. Oh, ik heb niet fucking veel moeite hoor. Nee, au! 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 Op bokken. Mijn schep. Au, dicht. Oeh, pas op je hoofd. Nou, welkom in de receptie. Ik zie u denken, waarom is dit receptie? Nou, het is de eerste kamer. En als je een hotel binnenkomt, dan kom je ook altijd eerst bij de receptie terecht. En je ziet daar een stallig tiet. En die groeit naar beneden. En het ezelbruggetje om dat te onthouden is dat tiet ook naar beneden hangen. Snap je? Alleen grote tiet hangen naar beneden. Een grote tiet hangen naar beneden, ja. Can I get your attention? We are filming for a YouTube video. I must give a tour guide for getting some points. And I know this is the window room. This huge stone is a lot of time ago, years ago, it's coming down. So this is the room, the window room. Yeah. Zo, ik gaf Giel wel echt een goede tik met die schep, jongen. We gaan naar een zwembad bij een luxe hotel. Ik loop 30 minuten rond in een bikini top. Hier ligt een bikini topje van iemand. Het is een bikini topje. 10 punten, het is weinig, want ik voel me echt een goal. En als die mensen willen gaan zwemmen, dan hebben ze straks geen bikini topje meer. Dus jij een cocktail met veel alcohol? Ja. Ja? Ja. IJs erbij. 1 shotje of 2 shotjes? Ja, is lekker. Ja, top. Lekker. Shotje Curaçao, hebben we dat ook nog? Wil je nou een stiekem shotje aan het zuipen hier of zo? Vind je dat normaal of zo? En dan heel snel wegwezen. Oké, bedankt. Doei.
Oké, jongens, ik heb een Curaçaose vlag gespot. Vervang een Curaçaose vlag door een stuk tv-vlag. Curaçaose vlag, stuk tv-vlag. Ah, het is super strak. Bas, net ook met een spijker. Maar hier hangt, is dit ook een vlaggenstok? Hier. Hey. Hij is de zeilen, hij is de vlag. 20 punten in de pocket. Joehoe. Goedemiddag. Heeft u toevallig een paar slippers voor mij? Nee, echt niet? Alsjeblieft. Doe jij nou hier? Echt kreng, ga weg. Gas, ik heb fucking pijn. Fucking pijn. Wat doe jij hier? Fucking pijn. Nou los. Fucking pijn. Kan je weer een tik geven? Ah. Wat, waarom kom je elke keer naartoe? Jij bent waar ik ben. Ja, ik ben slippers aan. Hou op, nee. Lieve mevrouw, heeft u toevallig een mooie luxe bad? Waarom wilt u hem wel helpen? Ga weg! Ja, ja, waar is hij? Ja, collega kunt. Ja, top! Waar is de jacuzzi, jongens? Top! 5 punten in de pocket. Ja? Ik heb besloten om naar de hoofdstad te gaan. Ik heb nog 2 uur de tijd, genoeg opdrachten. Let's go! De Christoffelberg is daar. Die poort daar, ja. En kan je ook zelf de berg oplopen? Nee, dus ze zijn open tussen 6 en 3. Dus je kan nu niet de berg op? Nee. Oké. Okay. Zeg even dat we gewoon echt sick lang hebben gereden hier naartoe. En dat meneer nu mij komt vertellen dat het dicht is. Letterlijk, ik ben 8 minuten te laat. Ja, en Curaçao staat niet natuurlijk alleen maar bekend om dat alle Nederlanders hier vakantie gaan vieren. Maar Curaçao staat er ook bekend om deze prachtige doucheletters. Gaan we even een fotootje maken? 5 punten. Tijd dringt. Ik ben op zoek naar een Willem. Heet er iemand Willem? Nee, geen Willem. Kent u een Willem? Kennen jullie een Willem? Ik ben op zoek naar Willem. Heet er iemand Willem? Nee? Sorry. Geen Willem. Ja, ze spreken hier natuurlijk niet helemaal Nederlands. Ja, dat is een beetje gek. Maak een foto met een vis. Dit is een vis. 3, 2, 1. Klik! Ja, het is geen echte vis. Ja, sodemiet erop. Klats, klats, klats. Ho! Wow! Straight up gang shit, doosie man! We vangen Curaçao-vlag door een stuk te vlag. Oh, wow! Oké, de opdracht is ga zwemmen met dolfijnen. Ik heb hier nepdolfijnen. Ponjesbrug water, ja. Dit is echt heel kut. Godsamme, ik heb hier zo geen zin in. Nou, Curaçao dan maar, hè, zeggen ze. Oh, fuck. Woo! Zwemmen met dolfijnen 2.0. 50 punten in de pocket. De opdracht is, maak een foto van de top van de Christoffelberg. We kunnen dus niet helemaal naar de top lopen, maar ik kan wel de top hier zien. Dus ik hoef alleen maar een foto te maken. Klik. We hebben nu weer 50 punten in de pocket. We gaan nu onderweg naar Westpunt, want daar schijn je hele grote golven te hebben. En als ik op de foto ga met hele grote golven, dan krijg ik 20 punten. Lekker man. Het is heel awkward dit. Oh, sorry. Dit was echt de slechtste polonaise in mijn hele leven. Stand van zaken. Het gaat niet heel goed. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik moet mezelf aan boord lullen van een cruiseschip. Dat gaan we doen. We zijn nu een soort national park, mochten we in. Last minute, want ze gaan ook bijna dicht. Ik weet niet wat die mensen hier doen, die kappen allemaal om 4 uur met werk of zo. Maar we moeten dus opschieten, we moeten op tijd buiten de poort zijn, anders worden ze boos. Dit is blijkbaar een bekend punt, dat de golven hier hoog zijn. Schijnt dat nou echt goed voor mij uit te komen? Ja, daarachter, dat is hem. Ik red het nooit om helemaal naar die berg te gaan, maar ik moet een foto maken van de top van de Christoffelberg. Die grote top daarboven. Hallo, dat is hem. Dus dit telt. Kom maar op. Het eiland is best wel groot, zeg maar. Je vergis je er toch wel in. Je hebt echt een enorm cruiseschip gevonden. Nou nog, mezelf even aan boord lullen. Levert mij maar liefst 50 punten op. Hallo, maybe you can help me. I need to be on the cruise ship just for 1 second. Just I one step and then I can go. Can you help me with that? No, we cannot help that more time. That's what. And if I run? Well, that's gonna be a big problem because I'm a runner too, because Usain Bolt is my brother. Usain Bolt is your brother? Yes. Okay, let's try. Jamaica. You go ahead. No, no, it's not possible. It's not possible. No possible? Het is absoluut niet gelukt. Het is gewoon niet te doen. Je wordt meteen tegengehouden. Kijk, het grote golf, precies wat ik nodig heb. Zo!
Dit is de Christoffelberg. En daar ga ik nu een foto van maken. Want er staat op, maak een foto van de top van de Christoffelberg. Ik hoef hem helemaal niet te zien in het echt. Ik maak gewoon een foto van een vier en dan ben ik er geweest. Nou, lieve schat. Dat, wat voor vlag is dat? Dat is de vlag van Curaçao. We moeten hem gaan vervangen. Met een stuk tv-vlag. Het is lekker punt te maken dit. We kunnen zeggen wat we willen, maar dit is een vlag. De Curaçaose vlag is hier zojuist vervangen door de stuk tv-vlag. Yes! 5, 10, 15. Ik kom erachter. Ik heb maar liefst 110 punten nu. Ik heb nog een kwartier te spelen. Jongens, ben eens even eerlijk. Ik ga dit nooit winnen. Nooit van mijn leven. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik al heb verloren. 3 minuten. 3,5 minuut, jongen. Volgens mij is het fucking ver lopen. Ik mag hier helemaal niet heen. Als hier geen golven zijn, word ik gek, hè? Dit is sick! Kom, kom, kom! Nog 40 seconden, kom op! Go, 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 hierheen. Hier. Holy shit! Kijk dan! Holy shit, kijk! 5, 4, 3. Fuck yes! Dit was hem hoor, dit is mijn eindpunt. De Curaçao Ravage 2019. Lekker! Hoe ging het, jongen? Ja, ging goed. Ja, ging het goed? Ja, ging echt goed. Fijn. Ja, ik ben echt tevreden. Hé, hey, Stefan, heb jij net met dolfijnen gezwommen? Ja, man, ik kom net uit de zee gelopen. Gaat het goed? Gaat goed. Wat zijn je punten? Ik heb, mijn liefst, 140 punten! Netjes. Ik heb er 204. Okay. Dit meen je? En jij? Ik heb 110. Ja! Marius! Heb jij verloren? Marius! Wat? Kijk even mijn voet. Je hebt hem al gezet. Ik heb hem al gezet, want ik ging ervan uit dat ik ging verliezen. We gaan naar de tattoo shop. Wat als ik nou niet heb verloren slag? Dan word ik gek. Streepje nummer 7 is een feit. Vonden jullie dit nou een epische aflevering? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En ken je ons nog niet? Abonneer dan gelijk even op ons kanaal. Ik wil ook meteen even Mood Beach, Cabana Beach en Van der Valk Contiki Beach even bedanken dat we hier ongestoord mochten filmen. Dankjewel. Eeuwige liefde. En volg ons ook even via social media, Instagram, Twitter en Facebook. En heb jij nou een opdracht die wij moeten uitvoeren? Ga dan even naar onze website www.stuk.tv. Dien jouw opdracht in. En wie weet voeren wij hem gewoon weer volgende week voor je uit. Ik heb wel zin in, misschien Australië. Leuk.